Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. We zitten hier gezellig bij het kampvuurtje met mijn nieuwe piraten die vorige aflevering bij ons gekomen zijn. En wat is het gezellig dat je er weer bent, hè? In de vorige video heb ik overal deze piraten toegevoegd aan mijn dorpje, aan mijn piratenland, weet ik hoe je het wil noemen. En het geeft zo een gezelligheid mee. Als je gewoon overal om je heen kijkt en zo. De reacties waren er ook echt heel leuk over. Mensen vonden het allemaal mooi. Dus daar ben ik heel blij mee. Bij het piratenhotel hangt nog steeds een kooi boven de kamer van de boselfjes. Maar we gaan er even heel voorzichtig omheen lopen, zodat ik er niet onder sta, want straks zit ik nog vast. Want als het goed is, is het weer een week geleden dat de boselfjes voor het laatst mij betaald hebben voor de huur van het hotel. Dus laten we even naar mijn post, mijn postbus lopen. Want daar horen nu wat diamonds in te zitten. Althans, dat mag ik hopen. Anders worden ze uit het huisje gestuurd, weggekikt, gewoon. Oh, de liefde is er nog steeds niet. Het spijt me enorm. Kapitein, knal dat. Laten we even kijken, wou ik zeggen. 1, 2, 3, 4, 5 diamonds. En betaling, Char en Joris van de Zon. Helemaal top. Dank jullie wel. Hoppakee, die gaat weer naar beneden zo. Nou, ik ben blij met de betaling. Ik ben heel blij met de betaling. Stoppen we de diamonds bij mijn ender chest. Dan nu, jongens, is het tijd om met laatste schiereiland... We gaan die kant eens even op. Jij moet ook gaan. Ga dood. Het is tijd om het allerlaatste schiereiland te vullen met een huis, jongens. We hadden natuurlijk 5 prachtige schiereilanden. Op schiereiland 1 hadden we kapitein Bruinbaard zijn schatkist geplaatst. Op schiereiland 2... hebben wij het restaurant geplaatst. Waar ik later deze video de naam ga revealen die het geworden is. Jullie konden kiezen uit Café het gezonken anker, Café het gevulde ankertje en Café de zware dobber. En jullie hebben allemaal reacties achtergelaten. En later deze video ga ik bekendmaken welke gewonnen heeft. Maar op Schiereiland 3 hebben we natuurlijk het boothuis. Op Schiereiland 4 hebben we hier de vuurtoren met een camera. Er hangt de camera aan de vuurtoren, jongens. Dat heb ik helemaal nog niet gezien. De boselfjes hebben een camera hier opgehangen. Oh, ze houden me echt in de gaten. Ze houden me echt heel goed in de gaten. De DBE, jongens. Dit is, Ik weet nog steeds niet wat ik ervan moet vinden van de DBE. Misschien dat ik deze video ook nog wel even een bezoekje breng aan het grote DBE-gebouw verderop. Maar goed, het laatste Schiereiland, nummer 5, die is natuurlijk nog helemaal leeg. En ik had aan jullie gevraagd of jullie leuke ideetjes achter konden laten. En jullie hadden ook heel veel leuke ideetjes. Zoals nog een soort boothuis met dat er boten in het water worden geladen. En een pier en weet ik wat allemaal. Maar op een gegeven moment bedacht ik me iets wat ik wilde maken. En ik dacht, er waren helemaal geen reacties over. Ik denk ook dat 0 mensen dit gereageerd hebben. Maar het leek mij zelf heel leuk om te maken. Namelijk een observatorium. Ja, letterlijk een gebouw waar ik naar de maan en de sterren kan kijken. En dan vraag je je af, wat heeft dat met piraten te maken en met de DBE en weet ik wat allemaal? Eigenlijk helemaal niks. Maar ik vind toch dat Piratenland een beetje onderzoek moet gaan doen naar de toekomst. Ik bedoel, want we hebben de DBE met camera's hier die alles in de gaten houden. En dan ben ik hier met middeleeuws piratenstijl alles aan het doen. Dus ik dacht, als we nou een observatorium, een middeleeuws observatorium bouwen, zodat we onderzoek kunnen doen naar de sterren. Misschien dat we dan wat slimmer worden en weten wat we moeten gaan doen tegen de DBE. Als je nog steeds een raar idee vindt van waarom ga je een observatorium nou weer bouwen, dan hoop ik op zijn minst dat je het mooi vindt. Want we gaan het bouwen in 3, 2, 1. Boom! Dan zijn we weer na een prachtige timelapse. En wat ben ik oprecht blij met mijn observatorium. Observatorium? Observatorium? Het is inmiddels 2 dagen geleden dat ik dit heb gedaan. Er is van alles tussendoor gebeurd. Ik heb bijvoorbeeld in een focusdrinkfabriek verstoppertje gespeeld. Dat is in ieder geval tussendoor gebeurd. Daarom is het wat verder in de tijd. 2 dagen verder in de tijd. Maar zoals je kan zien hebben wij hier een prachtig nieuw gebouw.
Ik heb ook gelijk een pad hier gemaakt dat je van daar blop, hoppakee, nu ook gewoon hierheen kan lopen. Het heeft helemaal nog geen interieur. Als je hier beneden komt, is het gewoon een lege ruimte met een leeg hokje hier. Als je dan naar de bovenste verdieping wil, moet je hier de trap omhoog. Dan kom je bij de bovenste verdieping hier uit. En die is ook helemaal nog niet af. En als je naar de kelder wil, dan moet je hier naar beneden. En dan ga je helemaal hierheen. Tot je bij deze deur komt. En dan kom je bij de kelder uit. Alleen de kelder, jongens, is eigenlijk gewoon een sierdeur. Want hier is helemaal niks. Kan ik wel een keer wat maken. Maar dan moet ik het hier even belichten. Want zo te zien lopen de zombies en andere beesten. Maar ik vind het er leuk uitzien, jongens. Moet je zien. Dit ziet er toch... Ik vind het echt een leuk huis. Het is lekker chaotisch. Het is een van de grootste huizen tot nu toe. Ik heb voor een koper dak gekozen. Zoals je misschien aan het begin van de timelapse kon zien, moest ik al het koper nog oxidizen. En dat moest ik allemaal hier, moest ik dat boven de zee doen. Althans, dat kon ook ergens anders, maar ik vond boven de zee de meest logische plek. Ja, het is een leuk bouwwerkje weer geworden. Ik moet er wel natuurlijk nog een inrichting geven. Maar als je hem zo ziet, met de mooie telescoop die eruit steekt, zodat de sterren in de gaten kunnen worden gehouden. Ja, het ziet er leuk uit. Het ziet er leuk uit. Behalve deze camera hier. Deze camera vind ik er niet leuk uitzien. Dat betekent dat alle drie de schiereilanden, of alle vijf de schiereilanden, waar ik weet niet waarom ik drie zei, nu officieel een huis hebben. We hebben het observatorium, we hebben de vuurtoren, we hebben het boothuis, we hebben het restaurant hier, of het café, en we hebben hier de schat van kapitein Bruinbaard. Maar goed, jongens, dan wil ik heel even wat spulletjes pakken om te gaan beginnen met officieel het restaurant te openen. Dan kan ik ook bekendmaken welke naam het is geworden. Maar daarvoor moet ik nog heel even snel wat spulletjes pakken. En goed, jongens, ik twijfel natuurlijk een beetje tussen een café of restaurant. En in principe is het verschil niet echt heel groot. Hallo? Hey. Hallo? Ik was op zoek naar jou. Oh jee, en jij komt zeker van de DWE nu. Uiteraard. Je outfit te zien. Oh nee, wat is er aan de hand? We hebben onderzoek gedaan naar de inbraak. Naar de doekjes die jij had gegeven. Ja, dat was natuurlijk ingebroken bij het piratenhotel. Er was ingebroken bij ons hotel. En ja, we hebben er even onderzoek naar gedaan. Dus we wouden de ondervindingen graag even met je delen. Oeh. Dus wil je meekomen? Spannend. Maar naar het hotel of naar de DBE? Nee, naar de DBE-kantoor. Oeh, gaan we naar de DBE? Ik vind het spannend. Wacht, kan je heel even... wacht, ik... 2 seconden hoor. Ik moet heel even wat pakken in de bibliotheek hier. Oeh, het gaat nu ook regenen. Dan zie ik je zo meteen wel, oké? Blijf vandaan wachten. Ja. Oké, jongens, even voor jullie. We gaan nu weer naar de DBE. Alleen het ding is, die inbraak van een paar afleveringen geleden, dat was ik natuurlijk. Ik heb die doekjes daar gehangen en ik heb ingebroken in dat gebouw. Alleen nu hebben ze onderzoek gedaan naar de inbraak en naar de doekjes en weet ik wat allemaal. Dus ik hoop, want ik heb ze toen gewassen, de doekjes, dat ze niet doorhebben dat ik het ben. Maar ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Ja, ik ben er klaar voor hoor. Het regent, het is slecht weer, dus laten we maar snel gaan. Goed, meneer DBE Joris, we zijn er. En de DBE moet zeggen, in de avond en met die regen vind ik het er best wel eng uitzien. Ja, het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat iedereen zomaar langskomt, dus... Nee, dat snap ik, dat snap ik. Laten we maar die kant op gaan. Oh mijn god, dit ziet er echt gewoon... Ik vond het altijd al intimiderend, de DBE, maar nu al helemaal. Kunnen jullie niet ook wat maken voor het weer, dat het niet meer regent, hè? Ja? Het regent niet meer. Kunnen we regelen. Maar... Het is ook dat zegt stopt. Of komt dat? Oh, dat komt dat we in de savanna lopen. Oh, hier regent het natuurlijk nooit. Wow, ik denk echt, wat gebeurt er? Ik denk terwijl ik zeg dat het moet stoppen met regenen, stopt het met regenen. Ik vind het wel echt eng, jullie gebouw, moet ik zeggen. Zoals dit. Vinden jullie het trouwens niet gevaarlijk dat je hier gewoon TNT staat? Het is wel gevaarlijk, maar dat is ook de bedoeling een beetje. Okay. Ik weet niet of je de bordjes hebt gelezen, maar dat staat duidelijk... Ja, broek uit op je hoofd staat hier op dit bordje. Ja, die bedoelde ik niet. Je doet dit bordje hier, let op het trainers boom boom. Ja, maar elke keer als we het betreden, boom boomt het niet. Ja, je wil je graag wel het boom boom. Nee, ik ben er heel blij mee dat we die oploffen, maar... Nee, er zit een speciale systeem onder. Oké, we zijn hier weer bij de camera beelden in ieder geval. Ja, we lopen eromheen. Er komen wel zombies aan, maar dat maakt niet uit, denk ik. Ja... Ah, daar zijn we weer. En jullie hebben nieuwe medewerkers. Die waren er vorige keer nog niet. Dat is Ronald. Die doet zijn werk. Dat is Ronald, medewerker van de maand Ronald. Ronald, let's go. Hé, moet ik weer mijn camera uitzetten als ze naar boven gaan, of niet? Ja. Oh, dus ik mag weer niet filmen wat er in heel veel gedeelten van het gebouw gebeurt? Nee, we kunnen boven, kan je wel weer laten zien als we bij de doekjes zijn, maar... Oké. Het tussengedeelte nog even niet. Nou, prima jongens, dan zet ik heel even de camera uit. Goed, de camera mogen weer aan, toch? Vanaf hier? Ja. Oké, zo te zien hebben jullie een behoorlijke inrichting hier gedaan boven. De laatste keer dat ik hier was, was het nog helemaal kaal. Maar ik kwam hier vanwege jullie onderzoek... hallo, Shard trouwens. Hi. Vanwege jullie onderzoek, hè? Ja, kom maar even mee. Wie's kantoor is dit? Kantoor Joris. Oh jee. Oké. mag ik plaatsnemen? Was het de verkeerde? Ja. Oké. Oh, het andere kantoor.
Dit kantoor. Op, prima. Helemaal goed, helemaal goed. Ik ga hier zitten. Zo. Ja, jullie hebben onderzoek gedaan. Zeg het maar. Ja, we zijn niet zo blij met de dingen die we gevonden hebben eigenlijk. Oeh, wat is er gebeurd? Want er was ingebroken in het piratenhotel. Er was ingebroken in ons hotel. En we hebben de doekjes even onderzocht. Ja. Maar dat kostte nogal wat werk. Mm-hmm. Dus wil je het anders even zien? Ja, graag. Kunnen we even laten zien wat we precies onderzocht hebben? Moeten we één verdieping omlaag? Een verdieping naar beneden. Dan komen we uit in... Oh, dit is jullie database ruimte of zo dit. Dat is, dat is niet belangrijk, maar dat is hier... Niet belangrijk, hier hebben we allemaal servers staan. Okay. Als je hier even komt en even een pakje aantrekt. Okay. Want nu komen we het lab in. Ik zal het pakje even aantrekken. Dat zien we er goed uit, jongens. Dan worden we even desinfectie. Desinfectie, zo. Nou, oké. Kunnen we doorlopen. Hé, hey. Oh, ja. Oh mijn god, dit is jullie laboratorium. Hier hebben we de doekjes liggen. Oh, de doekjes, ja, oké. Ja, we hebben verschillende experimenten gedaan en... Jullie hebben de doekjes goed bestudeerd, zo te zien. Ja, zeker. Ja. En, wat was de conclusie? Ja, die kunnen we in het kantoor wel even vertellen. Oh, dit was gewoon even... Wacht. Ik wil even kijken wat jullie hier allemaal hebben. Jullie hebben hier een soort... wat is dit? Wat is dit? Hoe noem je dit? Een... Dat is ons geheime project. Buis? Hoe noem je dit ook alweer? Ik weet het niet. Maar het ziet er wel heel cool uit, moet ik zeggen. En dan gaan allemaal dingen hierboven rond. En lasers. En... Oh jee. Oké. Nee. Laten we hier maar snel weg. Kan ik mijn pakje weer uitdoen? Ja. Oké, dan doen we mijn pakje weer uit. Zo. Moeten we weer ontsmet worden? Ja, ja. We zijn weer ontsmet. Hoppakee. Wat hebben jullie allemaal op de server staan? Nee, hier hebben we allemaal database dingen hier. Ja, die camera's die worden gemonitord natuurlijk. Dat kunnen jullie terugzien natuurlijk op camera's. Oké, wat is hierboven? Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ja, sorry, ik ga weer zitten. Ik ga weer helemaal zitten. Ja, jullie hebben alles dus in jullie laboratorium onderzocht. Ja, we zijn hier natuurlijk met een reden. Nou, wij hebben vingerafdruk gevonden op de doekjes. En die komen eigenlijk wel overeen met jouw vingerafdruk. Nou, ten eerste, ik heb geen vingers. Ik heb één grote gele stomp, zoals je kan zien. Dus het lijkt mij al heel sterk. Oké. Nou, daarnaast hebben wij natuurlijk camera's hangen. Ja. En was jij rond het tijdstip van het project... Jij was op dat moment in de buurt van het hotel. Oeh, ja, maar weet je wat komt? Het is mijn hotel. Dus ik loop daar vaak rond om alles te controleren. En de kamers even te checken of alles wel goed gaat. En weet ik wat allemaal. Het is natuurlijk, ik heb het hotel gebouwd. En ik verhuur jullie kamer aan jullie. Natuurlijk, weet je. Dus ja, het is logisch dat je mij daar rond ziet lopen. Weet je? En jij dacht dus, ik ga even binnenkijken. Nee, ik ben niet de inbreker. Ik heb niet ingebroken. Ik dacht, ik ga gewoon even rondkijken of alles wel goed is. En weet ik van. Maar dat doe ik bij elk huis. Hè. Dat doe ik niet alleen bij het hotel. Dat doe ik gewoon als echte piratenvriend dat ik ben natuurlijk. Ga ik wel gewoon even mijn gasten gewoon tevreden houden, weet je? Maar je was daar op dat moment wel ook in de buurt? Tijdens de inbraak niet. Weet ik niet, wanneer was de inbraak? Ik weet dat jij me toen hebt opgehaald dat er was ingebroken. Ja, toen ben ik vrij snel daarna ben ik langsgekomen toen ik het gezien heb. Ja, maar toen was ik niet daar. Toen was ik met mijn café bezig. We hebben op de camera zo gezien dat je in de buurt bent geweest. Ja, ik was wel in de buurt geweest, en ook op het pad stonden er nog voetafdrukken die wel overeenkomen met jouw... Met mijn voeten. Met mijn stompies. Ja. Ja. Ja, verklaar je dat? Puur stom toeval. Ik woon daar gewoon. Kan het een van die andere piraten zijn geweest die daar rondliepen? Absoluut. Ik denk het echt. Ik denk dat het een van die andere piraten... Je moet piraten sowieso niet vertrouwen. Behalve mij. Mij kan je wel vertrouwen. Ja, we hebben natuurlijk... jij hebt de doekjes natuurlijk wel meegenomen. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn... Ja, dat... Voor de vingerafdrukken die erop stonden. Ja, ik heb toen de doekjes later nog zelf eraf gehaald met jou. Dus misschien dat daarom inderdaad mijn vingerafdruk... Of mijn stompafdruk erin zat. Mijn gele stompje. Toch vinden we het een verdachte situatie. Ja, snap ik. Kan ik helpen met het onderzoek of iets? Om mezelf, kan ik mijn onschuld bewijzen? Ik denk dat we de komende tijd nog maar even goed in de gaten moeten houden. Mhm. Oké, nee, prima. Dat is helemaal prima. Weet je, als jullie me nodig hebben voor iets, laat het weten. Ik ben echt onschuldig. Ik heb niet ingebroken. Er was ook niks gestolen, toch? In jullie huis. Ja, dat houden we even... dat houden jullie even geheim. Oké, prima. Prima. Wat hebben jullie allemaal hier nog meegebouwd? Mag ik dat niet zien? Is dat een beetje onbeleefd? Mm. Nou ja, eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Oké, nee, dan hoeft het ook niet. We kunnen nog even op het dak gaan kijken. Ja, ik wil het dak op, dat vind ik leuk. Het dak! Ja, maar hier zijn we al natuurlijk geweest, op het dak een keertje, of niet? Ja, maar zeker. Dan kan je natuurlijk mijn basis weer zien en zo daar. En de winkelvallei kan je hier mooi zien en zo. Leuk, doen jullie wel eens iets op het dak? Nou ja, of bijna naar beneden vallen ze heel hoog. We houden wel eens in de gaten of er bij de winkels nog wat activiteit is. Maar de laatste tijd is het wel redelijk stil. Vooral rond de houtwinkel. Geen klanten.
In de houtwinkel, ik moet er weer bijvullen. Ik weet het. Ik moet de houtwinkel weer bijvullen. Ik ga naar huis. Ik ga kijken of ik jullie kan helpen met jullie onderzoek. Dan moet mijn camera zeker weer uit als we hier naar beneden gaan. Ja. Goed, dank jullie wel voor het updaten van mij over deze hele situatie van de inbraak en weet ik wat allemaal. Ik vind het zelf allemaal heel spannend. Ik ben echt niet de dader, dus ik weet dat ik op jullie verdachtenlijst sta. Maar doe gerust nog wat meer onderzoek naar de doekjes en weet ik wat allemaal. Dan zal ik bewijzen dat ik het niet ben, oké? Oké. Ja? Ja, ik had nog wel één vraag. Ja? Het is natuurlijk weer tijd om de huur te betalen. Maar dat is maar goed, zacht. Zit daar ook een extra botenlichtplaats bij inbegrippen? Ik zag dat je een nieuwe stijger had, dus dan zouden we ook daar kunnen aanleggen, toch? Dat we met de boot een beetje kunnen rond... Stijger? Ja, volgens mij wel. Waar? Heb ik een nieuwe stijger gebouwd? Huh? Waar dan? Ja, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik dacht dat gezien te hebben. Nou, ik heb liefst niet als jullie overal boten bouwen of neerzetten. Maar je mag best af en toe je boot verplaatsen, dat is okay. Prima. Je mag best jullie bosboot verplaatsen naar waar je wilt en zo, maar één diamond kost het dan, toch? Eén diamond, één hele. Maar dan kunnen er ook wel vrienden langskomen. In ons hotel, ja. Die kunnen, ja. Ja, dat klopt. Er kunnen wel zeker vrienden langskomen in jullie hotel. Oké. Nou, okay. De betaling zal je binnenkort ontvangen. Top, ik ga trouwens... Ligt de betaling weer in mijn brievenbus? Ja, die zullen we straks wel erin doen, denk ik. Hij ligt er al. Of wil je een persoonlijk... Hij ligt er al zelfs. Hij ligt er al. Hij ligt er al. Nou, ik ga gelijk mijn diamonds ophalen. Het is lekker weer. Het zeg maar, ik ging verdrietig hier in het donker met regen heen. Maar gelukkig is de zon er weer. Ja. Nou, dank jullie wel voor deze update over de inbraak. Ik ga kijken of ik zelf de dader misschien kan vinden. Zo niet, dan vertrouw ik jullie, oké? Okay? Ja. Nou, we houden contact. We houden het goed in de gaten. Ja, dat heb ik in de gaten. Doei doei! Oké, jongens, de DBE houdt alles in de gaten. Dat weet ik inmiddels. En ze hebben dus wel, door die doekjes, ben ik nu wel hoofdverdachte nummer 1. Maar het is ook wel, ik heb daar ook wel echt ingebroken, weet je. Dus misschien had ik dat ook gewoon niet moeten doen bij hun specifiek. Nou, weet je, laten we in ieder geval even snel maar weer naar huis gaan. Goed, jongens, dan zijn we weer bij het hotel aangekomen in Piratenland. En dit is namelijk de kamer waar het om gaat. Jullie hebben waarschijnlijk de inbraak al een paar afleveringen geleden gezien. Maar ik blijf voor nu nog maar even zo ver mogelijk van dit hotel uit de buurt. Maar ik ben benieuwd over welke stijger hebben ze het. Want ik heb daar natuurlijk die stijger gebouwd. Wat gebeurt daar? Er staan barrels. Wat is hier aan de hand? Ze zijn nu... Hoe zijn ze altijd sneller terug dan ik en in andere outfits? Ik snap dat nooit. Dan loop ik gewoon vanuit de DBE rechtstreeks terug naar Piratenland. Vervolgens kom ik hier aan, hebben zij alweer een piraatsoutfit aan. En zijn ze weer met wat anders bezig met z'n tweeën. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Of jongens, dames en jongen, wat zijn jullie aan het doen? Allemaal veel barrels hier en kisten en weet ik voor wat. Ja, even inladen. Inladen? Gaan jullie nu al weg? Nou, we komen weer terug. Over, waar gaan jullie heen? Wat gaan jullie doen? We gaan even een reisje maken. Een klein reisje maken? Oh, wat gezellig. Hey, maar nu ik jullie trouwens nog even spreek. Nu gewoon weer in piratensfeer en niet in DBE-sfeer. Kunnen jullie hierheen komen? Kijk, jij bent nog niet echt een piraat zo te zien, nee. Dat je vanuit de boot in het water valt. Kijk, jullie zijn natuurlijk hier inmiddels al een tijdje gewoon gezellig bij mij gaan wonen in jullie piratenhotel daar en zo. Maar een echte piraat hoort ook naast een boot natuurlijk, ja ook al is dat niet echt een piratenboot, een eigen bouwwerk te maken. Jullie hebben nog niet zelf echt iets gebouwd hier natuurlijk. En een paar... dagen, weken geleden heb ik aan de cowboy in deze wereld gevraagd of hij hier een huisje voor mij wilde bouwen. Maar de cowboy heeft besloten om het op te blazen in plaats van een huis te bouwen. En ik denk ook eerlijk gezegd niet dat hij hier nog een huis gaat bouwen. Dus willen jullie hier een huis bouwen? Willen jullie hier een leuk piratenhuis bouwen? En dan mogen jullie helemaal zelf beslissen wat het is, wat het doet, wat voor doel het heeft en zo. Dan mogen jullie zelf beslissen dan. Oké, onder twee voorwaardes. Twee voorwaarden. Eén. We hoeven geen huur te betalen voor hetgeen wat we bouwen. Je hoeft geen huur te betalen over wat hier komt. Dat is helemaal van jullie ding. We mogen eerst het reisje maken met onze boot. Ja, jullie mogen lekker jullie reis maken. Ga vaar naar waar je wilt. Dus zo, ik bedoel, piratenleven heeft allemaal geen stress en geen haast natuurlijk. Maar dan mogen jullie hier gewoon helemaal zelf jullie huisje bouwen. Het hoeft ook niet een woonhuis te zijn. Het mag ook iets voor werk zijn. Het mag iets met piraten te maken. Jullie mogen het helemaal zelf beslissen. Oké? Okay? Ja. Dat moet wel lukken. Prima, dan kunnen jullie lekker je reisje gaan maken en je boot lekker varen en weet ik wat allemaal. Ik zie het wel wanneer jullie terugkomen, oké? Ja. Oké, dat zul je zien. Ik zie wel wat verschijnen. Joejoe! Oh jongens, ik weet niet of ik jou een goede keuze of een slechte keuze heb gemaakt. Maar ze mogen hier een huisje gaan bouwen. En dat doe ik ook een beetje om ze misschien dan met wat andere dingen bezig te laten zijn. Zodat ze dan niet te veel bezig zijn met die DBE en die doekjes en het onderzoek en zo. Ik denk, we geven ze maar even een andere taak in de hoop dat ze het dan misschien gaan vergeten. Maar
Ik weet niet of ze het daadwerkelijk gaan vergeten. Ze gaan sowieso op reis nu. Daar ben ik wel blij mee. Ze gaan... Die witte speedboot gaat daar weg. Dus dat komt ook wel goed uit dan. En ik weet niet welke stijgers... Ik ben vergeten te vragen welke stijgers ze bedoelen. Ik denk misschien die daar. Alleen dat is een soort mini-stijgertje. Maar het zal wel, weet je. We zien het wel. Maar goed, laten we voor nu heel even langs de moord hier lopen richting de brievenbus. Want als het goed is, kan ik daar de diamonds van Joris en Char van een week geleden al gewoon weer uithalen. Maar moet ik zeggen, heb ik dat niet ook aan het begin van deze video gedaan? Ja! Huh? Wacht, ik snap het niet. Huh? Heb ik... Was dat aan het begin? Nee, of heb ik dat er al uitgehaald? Nee, er ligt weer nieuwe diamonds in. Hè? Heb ik nou... Ik kan me niet herinneren. Heb ik nou aan het begin van deze video... Want dat is 2 à 3 dagen geleden voor mij dat ik dat heb opgenomen... Heb ik toen ook mijn brievenbus gelegd met diamonds erin? Ik weet het niet meer. Of was dat vorige video? Nee, dat was deze... Ik snap het niet meer. Het zal wel, jongens. We hebben in ieder geval weer 5 diamonds... van de betaling van het huurhuis. Ook al is dat lang geleden. Goed, jongens. In de volgende video wil ik... Ik wilde dat eigenlijk deze video doen, maar in de volgende video ga ik alle 4 de huizen waarschijnlijk een inrichting geven. Dus ik ga mijn best doen ervoor. Wat is het lekker dat je hier tegenwoordig gewoon onder water kan zwemmen zonder dat je verdrinkt. Daar ben ik trouwens nog steeds zo blij mee. We moeten dit ook allemaal gaan inrichten hier onder water. Maar goed, ik wilde eigenlijk deze video het restaurant inrichten en het café, maar dat is er niet meer geworden door de DBE. Kan gebeuren natuurlijk, helemaal geen probleem. Maar ik heb al een naam besloten. Het wordt of het café het gevulde ankertje, café het gezonken anker of café de zware dobber. 1 van de 3 wordt het. Ik heb al besloten welke het wordt, dus jullie hoeven geen reactie er meer over achter te laten. Maar je mag wel een reactie achterlaten met wat ik moet doen met de DBE, dat ik nu hoofdverdachte ben van deze zaak. En het is logisch dat ik hoofdverdachte ben, want ik ben ook eigenlijk schuldig. Alleen ik ga proberen mezelf onschuldig te maken. Maar goed, dit gaan we inrichten volgende aflevering. Dit gaan we waarschijnlijk inrichten volgende aflevering. De vuurtoren hier en het observatorium gaan we ook inrichten. Dat gaat allemaal heel leuk worden. Ik denk dat we dat wel in 1 aflevering kunnen. En dan is dit gewoon af, dit gebied. Dan kunnen we eindelijk verder gaan met waar nu de boselfjes of de 2 piraten hun nieuwe huisje moeten gaan bouwen. Dan kunnen wij hier ook verder gaan in dit gebied. En dan kunnen we misschien gaan beginnen. Ik denk dat dat ook wel een hele leuke is, jongens. Misschien kunnen we beginnen... Kijk, ze bezig zijn, dames en tweeën. Misschien kunnen we beginnen... met de 3de boot bouwen. Ik denk dat het namelijk heel leuk is als wij hier een 3de boot gaan bouwen zoals dit. Ik heb het ooit gehad in het begin van mijn video's over een megaboot. Maar ik denk dat ik die niet in mijn basis wil bouwen, omdat je dan de hele basis blokkeert qua uitzicht. Ik denk dat ik hier ongeveer een boot wil gaan bouwen die net zo groot is als die. En dan een andere kleur heeft natuurlijk. Misschien dat ik die dan ook met witte zeilen bouw in plaats van zwarte. Of een andere kleur, misschien rode of blauwe zeilen, weet ik veel, verzin het. En dat die sowieso, dat die hier zo komt. Ik denk dat dit wel een mooie plek is voor een nieuwe boot. Maar goed jongens, dat is allemaal iets voor de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video, kijk dan lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je die nou nog niet gezien, moet je hem zeker even kijken. En dan nu spreek je later, glaasje water, tot die flesje bier. Tot de volgende keer. Bye.